Hoi allemaal, leuk dat je kijkt. Dit is de Nationale wietwedstrijd van Bits72. Het thema van vandaag is, soms moet je een beetje een mazzel hebben. En ik ga je laten zien hoe dat ontstond. Um, no Noord past, ik ben aan de beurt. Ik heb een verdeelde hand met 19 punten, dus ik open mijn laagste vierkaart, en ruiten. Partner biedt een schoppen. Het is voor ons gewoon een vierkaart schoppen. Niks bijzonders. Nou, en hier gaat het om de afspraak die je hebt wij bieden hier twee sans, 18-19 gebalanceerd. Daar kan een vierkaart schoppen bij zitten. Dat doen wij omdat als ik vier schoppen zou bieden, dat zou ik bewaren echt voor onevenwichtige handen. Dus voor wat meer extremere handen met andere verdelingen. En dit is gewoon een gebalanceerde hand. De bieding gaat gewoon verder. Bob biedt drie sans, dat betekent hij heeft gewoon een vierkaart schoppen. Hij heeft niks anders te melden. Als hij een vijfkaart schoppen had gehad of iets dergelijks, had hij drie klaveren checkbacks helemaal geboden. Dat doet hij niet. Dus hij maakt in principe de bieding af met drie sans. Ja, en natuurlijk moet ik hier nu vier schoppen bieden. Want dat was het oorspronkelijke plan. Eerst de gebalanceerde hand aantonen. Uh, en daarna vier schoppen intikken. Maar ik klikte te snel op pas. Dat zag er zo logisch uit. Twee sans, drie sans. Uh, normaal gesproken kun je nog terug met bid 72. Alleen als het de laatste bieding is in biedverloop. Dan is die weg. Maar de mazzel was dat dit de tien scoorde. Maar het leuke van het spel is inderdaad dat je met een verdeelde hand, ook al heb je een vierkaart troef mee, twee sands kunt bieden. Tenminste, dat is de manier waarop wij dat aanpakken. En je kunt het ook als mazzel hebben. Nou, ik hoop dat jullie ook veel mazzel hebben deze week. Veel plezier met het bieden van de handen van Bit72. En ook volgende week gaan we er weer eentje opnemen. De groetjes, veel plezier.